Welkom bij de talkshow van 023 Voetbal met aan tafel de heren Martijn Prinsen van VI Haarlem en Henny Rukert, trainer, voetbaltrainer bij HFC en radioreporter van Zandvoort. Heren, we hebben het vorige week heel kort gehad over Van Basten, maar daar was niet genoeg tijd voor. Ik wil er toch even graag op doorgaan. Van Basten is met zijn nieuwe regels, heeft een aantal nieuwe regels voorgesteld, buitenspel, shootouts enzovoorts. Buitenspel hebben we heel kort behandeld. Henny, kun je nog eens heel kort vertellen hoe je erover denkt? Er is, ja, dat zal ik zo doen, maar er is ongelooflijk veel op gereageerd. Onder andere door de voorzitter van UEFA, Seferin, die Sloveen. En die vindt het een grap. Die vindt dat we aan ons mooie voetbal niet moeten komen. Een disqualificatie van Basten. Nogal, hè? Dat kan je als ja, UEFA voorzitter dat toch niet op die manier brengen? Ja. Jurgen Klopp doet er nog een laagje bovenop, de trainer van Liverpool. Die zegt dat Van Basten die moet maar zijn eigen spelletje creëren, er zijn veldjes genoeg. Doe maar. En de regels die moeten absoluut niet veranderd worden, zeker buitenspel niet, want dat is nodig in het voetbal. Ja, hij krijgt er wel van langs. Ja, dat is denk ik inherent aan de positie die hij heeft. Als je natuurlijk zulke rigoureuze dingen gaat roepen, ja, dan krijg je ook kritiek. Maar ja, klopt. Ik kreeg ook even kritiek hè, van het feit dat hij 3 wedstrijden achter elkaar verloren heeft. Nou. Klopt, kreeg klopt. Raymond Verheijen, weet je, de man die alles weet over periodisering en dat soort zaken, ja. Die heeft in oktober al gezegd dat hij zijn spelers helemaal leegzuigt en helemaal over de kling jaagt. Nou ja, je ziet het nu. Hij heeft toch gelijk gehad. Ja, dat vind ik altijd moeilijk hoor, om te zeggen dat hij gelijk gehad heeft. Het kan ook gewoon een mindere fase zijn. Ja, spelers minder in vorm. Het is toch wel van een 3 keer en waar hij nou van verloor, dat is natuurlijk. Ik zag een lijstje voorbij komen. Hij speelde met 7 jongens uit de jeugd. Ja. Is dat wel slim? Nee, maar dat is om ze niet over de klink te jagen. Is het de Alan Shearer die zei het van het weekend, die oudspits van Newcastle. Mm. Is het niet veel slimmer om die jonge jongens wel te brengen, maar doet gewoon. Met 3 tegelijk, in plaats van je 3/4 van je elftal op de schop gooien. Jos, jij vond die tijdstraf heel interessant, hè? Ik vind die tijdstraf hartstikke leuk om daar extra aandacht aan te besteden. Je ziet vooral in het voetbal dat als een ploeg voorstaat, dat ze erg interessant vinden om vreselijk het spel te gaan vertragen. Vooral de laatste 10 ingooien minuten, en dan weer aan een ander geven, ingooien weer aan een ander. We doen het bij de jeugd al, dat een gele kaart is meteen 5 minuten aan de kant. En ik vind dat eigenlijk een prachtig geregeld in die voorstel. Ik ben daar een groot voorstander van. We doen het op het ogenblik ook. Als jij een fout maakt en je krijgt een gele kaart, dan dupeer je dus ook meteen het team. En dat heeft mijns inziens veel meer effect dan wanneer iemand een gele of rode kaart geeft. En dat hij de volgende wedstrijd niet mag spelen. Hoe denk je wel erover? Ja, ik ben altijd verdediger geweest. Ik vond het niks lekkerder dan als je 10 minuten voor tijd met 1-0 voor stond. Ja, dan houdt toch een balletje in de ploeg. Dan ga ik toch een keertje doen alsof je ergens kramp op of iets dergelijks. Ja. Tuurlijk, op het moment dat je achter staat, dan raak je ook een gevoelige plek. Ik bedoel, dat vind je niet leuk. Ja, ik heb er moeite mee met die regel. Nou, ik heb het zelf wel zo als ik in het veld zou als scheidsrechter en ik zie dat er weer zo ontzettend vertraagd wordt gespeeld. Ik word er doodziek van. Jongens, er moet gevoetbald worden. Iedereen moet de kansen optimaal benutten. En ja, dat tegenhouden. Ik vind het doodvermoeid. Ik hou er helemaal niet van. En jij, Henny? Ja, ik denk dat het bij het voetbal hoort ook. Maar... Ja. Mijn andere vraag aan jou als scheidsrechter. Doe maar. Paul van Boekel, Cambuur. Tegen FC Utrecht. Heb je het gezien? Nee, ik heb het helaas niet gezien. Er stond een scherm langs de kant. En jij hebt het wel gezien. Ik heb het gezien. En er is op een gegeven moment een aanval van Utrecht. Die jongen die probeerde een echte mooie omhaal te maken. Die bal komt tegen een arm aan. Ja. Maar hij raakt ook het gezicht van een van de verdedigers. Dus Van Boekel geeft eerst een strafschop. En gaat toch kijken. Waarschijnlijk op advies van zijn grensrechter. En hij zegt vrije trap, want gevaarlijk spel. Nou, ik vind dat prima. Maar als dan aan de andere kant, waar Ayoub een penalty veroorzaakt, wat absoluut geen penalty was, want die raakte die speler van Cambuur niet eens. Dat ze daar dan niet naar kijken, vind ik dan weer zeer onterecht. Dus denk ik dat je net zoals in het hockey, de aanvoerder 1 of 2 kansen per helft moet geven om aan te vragen, om te gaan kijken.
Ja, maar misschien was het enige verschil dat de scheidsrechter bij FC Utrecht duidelijk twijfelde. Dat hij bij die andere overtreding dat niet als overtreding heeft geconstateerd. Jawel, maar ik bedoel, dan moet je toch als aanvoerder van dat team kunnen vragen om dat te bekijken. En dat gebeurt toch al bij een hele hoop wedstrijden. Ja, als je het op een gegeven moment niet eens bent met je scheidsrechter, dan gebeurt het toch heel vaak dat een aanvoerder naar je toe komt van wat heb je nou gedaan. Jawel, maar het gaat nou om het kijken op dat scherm. Er zit niet voor niks een man in een auto. Leg het initiatief, wat dat betreft. Kijk naar tennis, kijk naar hockey. Ja. Geef een aanvoerder dan. Geef hem per helft één of twee kansen om een discussie aan te gaan. Heeft een van jullie Real Betis tegen Barcelona gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik weet wel waar je bedoelt. Jij hebt het gezien? Nee. Daar is duidelijk dat we gewoon met die apparatuur iedere wedstrijd moeten gaan doen vanaf nu. Het kost dan een paar centen, maar die UEFA en de FIFA hebben toch geld gehad. Maar er is een bal zeker een halve meter over de lijn en hij laat gewoon doorspelen. Ja. Nou, dat kan toch niet. Dat kan niet. Hè? Dus, Barcelona weer twee punten kwijt. Nou, shop. Ja. Vind ik ook. Ja, oké. Okay. Goed, daar kunnen we nog lang en uitgebreid over praten. Dat zullen we ook ongetwijfeld doen. En dat zal in de praktijk ook regelmatig gebeuren. Even iets anders. Het transferbeleid is nu afgerond de afgelopen week. Nou, vanavond, hè? Of is het vanavond de laatste avond? En heb jij nog speciale gasten waarvan je denkt van waar zijn ze toch naartoe gegaan en waarom? Kevin Dix gaat terug naar Vitesse. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hij komt van Fiorentina. Leuke voetballer, hoor. Ja, een jonge gozer nog. Ja. Ik vraag me altijd af, waarom ga je in zo'n competitie, zo'n land, waarvoor ga je dat voetballen? Nou goed, dat zal natuurlijk sowieso een financiële reden hebben. Dat zit er wel in, ja. Maar iedereen, je raakt bij iedereen het beeld. Dus ik denk, voor zo'n jongen, terug bij Vitesse, goeie zet. Ja. Goeie zet. Dan die jongen van ADO, Jervan Castaneer. Dat is zielig, joh. Die zou weggaan naar Mainz, hè. Ja. Had eigenlijk het contract was al goedgekeurd. En dan krijgt hij die bal in die laatste wedstrijd dat hij nog meedeed. Die bal op zijn oog wordt gekeurd en het gaat niet door. Nou, dat vind ik sneu. Ja, om heel even in te haken op ADO. Die heeft natuurlijk eindelijk Shanks ontvangen van meneer Wallen. Ja, hij was er, hè? Ja, hij zat op de tribune bij hem. Ik zag een lijst voorbij komen met spelers die nu op proef zijn. Omdat ADO zich nu wel dus een beetje kan versterken. Ja. Goed, je zag ook tegen Ajax. ADO heeft het wel nodig, hoor. Ja, dat geloof ik wel, ja. ADO heeft het wel nodig. Ik denk dat ADO eruit vliegt. Dat vind ik wel moeilijk. Ik denk niet dat PEC blijft staan waar ze nu staan. Nee, die hebben gewoon een goede ploeg. Die hebben gewoon een goede ploeg. En hebben drie hele goede mensen gekocht. Ik moet het er even bij halen, want die namen die kan ik amper uitspreken. Hervin Ongenda, 21 jaar, Franse jeugd international. Nou, dat lijkt me een hele goede versterking. Als jij Frans Jeugd International bent, dan kan je wel wat. Dan kan je wel wat. En dan heeft hij Hachim Mastour bij AC Milan weggehaald. Ja, ik vind het nogal wat. Leuk hoor, voor hem. Dat zijn jongens, daar kan je alleen maar mee winnen. Ja. Als ze uiteindelijk niet een plekje krijgen, ja goed, dan is het een goede kans geweest. En als ze uiteindelijk wel die plek pakken, ja, dan heb je toch als Zwolle zijn, heb je de hoofdprijs. Ja. Ja. Zo moet je zien. Zullen we nog even de KNVB doen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Licentiebeleid, zullen we daar nog even aandacht aan besteden? Ja, kom op mannen, vertel. Er is een gesprek, KNVB met alle amateurclubs. We hebben het vorige week over gehad. We hebben het vorige week al behandeld. Er wordt afgesproken in dat gesprek door de KNVB dat er geen drie punten in mindering komt. De volgende dag beslist de licentiecommissie van de KNVB... ook KNVB, dat er dus 14 clubs naar de kloppen gaan. Ja, wat wel duidelijk moet zijn, de licentiecommissie trekt niet dezelfde conclusie als de KNVB. Hè. Het zijn wat dat betreft, het is wel een onafhankelijk iets. Nee, maar tijdens die vergadering met de clubs had de KNVB moeten zeggen, wij zullen dit aan de licentiecommissie voorleggen en niet moeten zeggen, ze krijgen geen drie punten inmindering. AFC, Hercules, EVV, HC 21, Odin. Verschrikkelijk toch? Ja, ze gaan wel allemaal in beroep. Jawel, maar... Wat verwachten jullie zelf dat er gaat gebeuren? Er is nou zoveel gedoe over. KNVB zet zijn zin door, hè? Maar ik denk dat uiteindelijk... Want die clubs die gaan eerst in beroep nu, hè, bij die commissie. Uiteindelijk mocht de KNVB of mocht de licentiecommissie zeggen van... jullie hebben gewoon pech behouden, voet bij stuk.
Dan gaan veel van die clubs die gaan uiteindelijk naar de rechter toe. Je hebt gezien bij Twente. Ik vraag me af of ze dat gaan winnen. Dus dat is natuurlijk niet alleen maar een spel van de KNVB. Hè? Ik bedoel, er zijn veel meer dingen bij betrokken. Je hebt het natuurlijk over, en dat is het grote struikelblok, hè? Die CAO. Ik ben toch benieuwd hoe dat verder ontwikkelt. Ja. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Ik ben ook heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren. Nou, wat belangrijk is ook, Jos, er zijn 20 clubs die totaal niet aan de voorwaarden voldoen. Hè. Er zijn geloof ik 1 of 42 voorwaarden die de KNVB stelt om te mogen voetballen in die tweede of derde divisie. Nou, dat zijn dus 20 clubs die voldoen, maar 24 clubs die nog aan 1 of 2 voorwaarden moeten voldoen. En nou, die ene voorwaarde die hebben we nu gezien, dat is de contracten. Ja. Ja. Het grote zaak. Nou, heren, zoals ik al zei, we kunnen nog heel lang hierover praten, dat gaan we niet doen. Dat bewaren we misschien weer voor de volgende keer. Ik dank jullie voor je aandacht en graag tot volgende week. Tot ziens.